Het is 16 april 2021. Welkom bij het webinar data over dataactivatie, het onderdeel operatie. En vandaag gaan we het hebben over hoe je van een business case naar productie gaat. Als sprekers hebben we vandaag Rijn Benno. Misschien kun je jezelf introduceren. Ja, hallo. Mijn naam is Rijn Benno de Jager. Ik ben solution architect bij Anchorman en ik hou me bezig met projecten op het gebied van dataactivatie. Ja, en mijn naam is Jan Heuthorst. Ik ben consultant bij Quint en ik werk vaak als programmamanager in digitale transformaties. Quint focust zich op digitale transformaties en eigenlijk op alle facetten die daarmee te maken hebben. Dus van strategie tot en met de uitvoering. En dat kunnen we helemaal regelen. En we hebben daarvoor expertise in huis op het gebied van consulting, training, data en ook op technology. En dat doen we wereldwijd. Dit webinar is een onderdeel in een reeks van 3 webinars. Vandaag gaan we, zoals gezegd, hebben over operaties. En in de vorige sessie hebben we gekeken naar strategie en tactiek. En bij operatie moet je dan denken aan welke stappen resten nog tot aan productie. We hadden een business case en die moet naar productie. En wat moeten we dan nog doen om als organisatie actief met data en inzichten die daaruit voortkomen om te gaan? En kan het nog fout gaan? Vandaag gaan we dat doen aan de hand van een waar gebeurd verhaal. En daar lopen we de stappen die je moet zetten om een model in productie te nemen. En de activiteiten en impact van het in productie zetten van een machine learning model verschilt per organisatie en de specifieke situatie en de context van de IT-architectuur van die organisatie. Belangrijk om te onderscheiden is de overdracht en borging van zowel de technische kant als de organisatorische kant. Een model hebben en een model gebruiken zijn eigenlijk 2 aparte onderwerpen die allebei heel veel aandacht behoeven. Ik geef nu het woord aan Rijn Benno. Yes. Hey, dankjewel Jan. Stapje terug naar de vorige sessies. Hè. We hebben het gehad over digitalisering. Digitalisering is niet meer weg te denken uit organisaties. Bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd. Werkzaamheden worden meer en meer ondersteund door systemen of zelfs geautomatiseerd uitgevoerd. En digitalisering leidt tot data. Heel veel data. Er is een enorme waarde aan informatie en gegevens in organisaties. Echter, het moet wel worden geactiveerd. En daarom zeggen wij, data is alleen waardevol als je het activeert. Wanneer data onderdeel is van je strategie en je hebt hier een tactische invulling aangegeven, dan is de volgende stap om te gaan operationaliseren en de data ook echt te gaan activeren. Dit doe je door de oplossingen die je realiseert te implementeren, organiseren en te beheren. Vandaag gaan we erop in hoe je dit doet. Dataactivatie is een iteratief en incrementeel proces van inspireren, innoveren, bouwen en activeren. De vorige keren hebben we gesproken over inspireren en innoveren. En vandaag gaan we het hebben over de onderwerpen bouwen en activeren. Operationalisatie gaat om het bouwen en implementeren van datagedreven oplossingen. Om daarmee waarde toe te voegen aan een organisatie. Tijdens het operationalisatie zijn er 4 aandachtsgebieden om op te focussen. Namelijk model, data, architectuur en validatie. Bij het model stel je vragen als: op wat voor manier wordt het model gebruikt? Hoe moet het model gaan draaien? Waar moet het model gaan draaien? Hoe gaat het lifecycle management voor het model? Hoe wordt het model opnieuw getraind? En hoe zorg ik dat het model actueel en betrouwbaar blijft? Voor het aandachtsgebied data moeten we de volgende vragen beantwoorden. Is er voldoende data? Is er voldoende gelabelde data? Welke data is nodig voor ontwikkeling, training en validatie? Welke data is in productie nodig? En hoe komt het model aan die data? Bij architectuur worden de volgende vragen gesteld. Hoe ziet de ontwikkel-, test- en trainomgeving van het model eruit? Hoe ziet de productieomgeving voor het model eruit? Hoe wordt het model in jullie IT-landschap geïntegreerd? En hoe wordt het model aangeroepen? Wat zijn de standaarden, protocollen en richtlijnen waar we rekening mee moeten houden? En hoe borg je de performance en de beveiliging? En als laatste bij validatie, dan moet je nadenken over wat moet ik doen om te valideren of aan alle eisen is voldaan? Hoe toets ik? Hoe check ik? En wat zijn de go- en no-go criteria? Een voorbeeld van het operationaliseren van een datagedreven oplossing is een project wat we hebben gedaan voor een hele bijzondere leasemaatschappij. Deze organisatie heeft zo'n 30.000 scootmobielen rondrijden bij haar klanten. Deze scootmobielen moeten worden beheerd en onderhouden. Dit doet de organisatie zelf. Er was echter geen inzicht in de gegevens van de scootmobielen. Dus de organisatie was afhankelijk van de informatie van de gebruiker.
Het probleem was dat de organisatie onvoldoende klantondersteuning kon bieden vanwege ontbrekende of onvolledige data. Klanten, veelal senioren, geven misleidende of onvolledige informatie bij het melden van een probleem met hun scootmobiel. Dit leidt ertoe dat de organisatie tijd en geld verliest bij het onderhouden en beheren van de scootmobielen. Monteurs bezoeken klanten om hun problemen op te lossen. Alleen soms is een probleem niet mechanisch en had het via de telefoon opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld dat de scooter in neutraal staat of dat de scooter niet of niet volledig is opgeladen. En soms heeft de monteur niet de juiste onderdelen bij zich om een probleem op te lossen. Het allerbelangrijkste probleem is dat batterijen kapot gaan als ze helemaal leeg zijn. En het vervangen van batterijen zijn duur. Het komt regelmatig voor dat een klant belt met een vage klacht over zijn scootmobiel. Dan wordt er een monteur gestuurd en bij aankomst blijkt dat, na inspectie, de oorzaak van de klacht anders is dan de klant had geschetst. De monteur heeft dan niet de juiste onderdelen bij zich en moet die eerst gaan halen. Het resultaat is een ontevreden klant, een gefrustreerde monteur en tijdverspilling aan beide kanten. We hadden al een project gedaan met deze klant en op basis van onderlinge samenwerking en inspiratie over data-activatie hebben we een innovatie gestart om te onderzoeken of data kan helpen in het verbeteren van de klantondersteuning. Tijdens de quickscan bleek dat data inderdaad kan helpen. Ook bleek dat niet alle benodigde data beschikbaar was. Dus is er een project gestart om de organisatie voor het onderhoud en beheer van de scootmobielen te transformeren van aannamegedreven naar datagedreven. Dit doen we door het verzamelen van data over de 30.000 scootmobielen, die data te analyseren en beslissingen te kunnen nemen op basis van de verkregen inzichten. De projectdoelen waren het verzamelen van real-time gegevens van de scooters, klanten sneller en proactief kunnen ondersteunen en zorgen dat monteurs problemen efficiënter kunnen oplossen. Als laatste het leren van en verbeteren op basis van historische gegevens. Dit leidt tot voorspelbaar en voorspellend onderhoud. Data gedreven worden betekent dus niet alleen het inzetten van een data scientist om modellen te maken die analyses en voorspellingen doen, maar ook het verzamelen, verwerken en beschikbaar maken van de data, zodat deze geanalyseerd kan worden en gemodelleerd kan worden. En ook het faciliteren van het gebruik van de resultaten in de organisatie. Het gaat dus niet alleen om analyse, maar ook over connectiviteit. Ervoor zorgen dat de scootmobielen belangrijke informatie verzamelen en versturen. Dat deze informatie wordt verzameld in een platform die de scootmobielen real-time kan monitoren om zo ontstaande problemen accuraat op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen. Dit werkt natuurlijk alleen als de opgedane inzichten en voorspellingen ook daadwerkelijk gebruikt worden in de organisatie. Dit wordt gerealiseerd door de oplossing te integreren in het proces door het leveren van een dashboard en het sturen van e-mails naar een centraal e-mailadres. De afhandeling van deze mails en het monitoren van het dashboard is opgenomen in het werkproces en onderdeel gemaakt van werkinstructies. Met deze oplossing ontzorgt de organisatie haar klanten en zorgen ze ervoor dat ze vol vertrouwen met een scootmobiel op pad kunnen gaan. Doordat ze zich niet meer druk hoeven te maken en hoeven te beroepen op aannames en vage omschrijvingen, kunnen de monteurs gericht op pad, waardoor de inzet nog efficiënter en effectiever wordt. Klanten kunnen beter worden bediend, problemen kunnen vaker in één keer worden opgelost en batterijen hoeven minder vaak te worden vervangen. Oftewel, hogere klanttevredenheid en betere operatie die leidt tot een financieel voordeel. Belangrijk punt om nog even te noemen is privacy en informatiebeveiliging. In het platform en bij het analyseren en modelleren worden alleen informatie van en over scootmobielen gebruikt. Daar is dus geen privacygevoelige informatie bij betrokken. De klantinformatie zit in het klantsysteem en daar zit ook de relatie van het scootmobiel naar de klant. De klantinformatie is alleen beschikbaar en toegankelijk voor de medewerkers van de organisatie die daarvoor geautoriseerd zijn. De ontwikkelaars, analisten en data scientists kunnen daar dus niet bij. Maar alle informatie in het platform is beveiligd en versleuteld. Zoals we eerder hebben verteld, is dit iets waar je vanaf het begin van het traject aandacht voor moet hebben. En daarover gesproken, Jan, kun jij meer vertellen over het proces van operationalisatie? Ja hoor. Even slides verzetten. Ja, laten we even kijken waar we de vorige keer over gehad hebben.
We zitten nu in het stukje over solution development. Dat zie je aan de rechterkant van deze plaat. Maar Rijn-Benno vertelde ook nog iets over wat er was gebeurd tijdens de quickscan. En in de quickscan kan bijvoorbeeld naar voren dat er te weinig data was en dat die moest worden ontsloten. Daarvoor zijn er natuurlijk meters, in ieder geval is IoT ingericht op de scooters en is dat hele landschap gebouwd wat je in de vorige slide zag. En uit de proof of value bleek dat dat toch met elkaar waarde op kon leveren. En daar gaan we het nu over hebben, van hoe maak je dat dan productierijp. Dus laten we eens gaan kijken naar verschillen tussen een proof of value en het productie hebben van een model. Want dat zijn echt twee hele verschillende situaties. Hier weergegeven door de situatie in een lab, waar het ook echt mee overeenkomt. En een situatie in een productie waar je echt met allerlei factoren rekening moet houden. Als je model ontwikkelt, dan gebeuren er een hele hoop zaken. Dus databronnen moeten worden gekoppeld. Dat kwam in het voorbeeld ook voor. Maar data moet ook worden geprepareerd, worden gelabeld. Vaak blijkt dat je iets wil regelen op de uitzondering. Maar ja, als je dat doet op een set waar de uitzondering gewoon in zit, dan blijkt dat je die set moet balanceren, omdat je hem er anders niet uithaalt. Modellen moeten worden getraind en geëvalueerd van welke werkt nou het beste. Want we zijn op zoek naar het best presterende model voor een specifieke vraag in een specifieke context. Nou, als je dan naar productie gaat, dan is eigenlijk meer de vraag van hoe doet dat model het dan? En hoe hou je het model goed? En hoe breng je het dan naar productie? En dat zijn de zaken waar je echt op moet gaan letten. Dus bij het naar productie brengen heb je het over het permanente ontsluiten van bronnen in plaats van eenmalig. Permanente controle van die bronnen. En dat kan dan real-time, offline of in streaming. Maar het woord permanent is heel belangrijk en continu. En ook een permanente datapipeline die schoont, processed en de data geschikt maakt. Je kijkt ook naar hoe het model gebruikt wordt. Modelconsumptie noemen we dat. Is het een aanroepbare service? Is het een schaalbaar algoritme wat bijvoorbeeld reageert op toenemende marktvraag? Is het iets wat werkt met eenmalige updates die aan de operatie worden verstrekt waar ze wat mee moeten? Bijvoorbeeld gedrag waar je op moet scoren. Of is het een lerend model in productie? Dat zijn allemaal verschillende toepassingen waar je bij het ontwerpen van je toepassing rekening mee moet houden. En waar je ook vooral vanaf het begin af aan al rekening mee moet houden, is in wat voor omgeving komt het terecht. Dus standaarden en richtlijnen, zoals je die ook hebt bij het implementeren van software. Dus welke tools gebruiken we? Hoe ziet de CI/CD-pipeline eruit? Hoe gaan we testen? Daar kom ik later ook nog op terug. Wat voor omgeving hebben we nodig? Een sandbox, maar ook een hele OTAP-straat, want uiteindelijk is het een stukje code. En een stukje model wat wordt geïmplementeerd. Welke processen hebben we daarbij nodig? Denk aan change in incident, maar ook hoe regelen we het onderhoud? En dan met name, wat is de rol van de data scientist die het heeft ontwikkeld? En hoe gaat de organisatie dat oppakken? Want je wil voorkomen dat de data scientist compleet overbelast wordt voor elk model wat hij in productie bracht. Terwijl jij juist door moet gaan met het ontwikkelen van nieuwe modellen. Dus kennis, overbehoud en overdracht is een hele belangrijke. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat, laten we zeggen, een stagiair een model ontwikkelt en dat vervolgens in de overdracht dingen vergeten worden en uiteindelijk is het model kwijt. We hebben het gewoon zien gebeuren. Andere dingen zijn, is dat op het moment dat je dat in productie brengt, verandert. Breng je ook een verandering in de organisatie. We gaan vragen aan de organisatie om te leren vertrouwen en werken met een model. En het die ook nog kritisch in de gaten houden. Alsof je een nieuwe medewerker hebt of een nieuwe persoon aan tafel en zijn naam of haar naam is data. Daar moet je op leren mee omgaan en voor sommige mensen is dat moeilijk. En het allerlaatste wat er gebeurt is dat door het gebruiken van een model ga je actief sturen op de dingen waar je op wil sturen. En daarmee verandert uiteindelijk de werkelijkheid, maar misschien ook de toepasbaarheid van een model. Dat zijn echt zaken waar je allemaal rekening mee moet houden in het live brengen van zo'n model. Nou, dat is het conceptuele verhaal. Laten we nog even verder kijken. Als je kijkt naar hoe een data scientist naar de wereld kijkt, wordt heel vaak het CRISP-model gebruikt. En dat zie je ook heel mooi terug in dit model. Het begint met business understanding, data preparation, modeling, evaluation en dan hebben we deployment. Dat geeft dus maar een heel klein deel weer van de lifecycle van zo'n model. Want het moet ook nog worden gereed gemaakt voor productie en het moet ook nog worden in productie gebracht. En daar zijn inmiddels ook standaarden voor, of in ieder geval best practices. Ik denk standaard een goede omschrijving is. En dat is bijvoorbeeld iets als MLOps. Dat staat voor Machine Learning Operations. Lijkt behoorlijk op DevOps, dat zie je hier ook een beetje terug. Waar we eigenlijk vanaf het begin de data scientist al gaan meenemen in het samenwerken met engineers, development en operations professionals om te kijken van wat we aan het ontwikkelen zijn, hoe we dat nou naar productie moeten brengen. Dus de
data scientist zal focussen op het ontwikkelen van het model, maar wel in het achterhoofd met van hoe dat ding straks in productie moet gaan draaien. Bijvoorbeeld door te kijken naar de compliance en de morele aspecten, de ethiek, maar ook naar de gebruikers, al dat soort zaken. Terwijl zijn eigenlijke taak is het identificeren van het juiste model. Maar daarbij komt dan ook al langzamerhand in de eerste case opzetten, dat gebeurt allemaal aan de linkerkant, de requirements waaronder het moet draaien onder productie. Niet alleen de business case, maar ook die andere dingen die ik net noemde. Waar we ook naar kijken in die fase is van hoe krijgen we die data beschikbaar en hoe ontsluiten we die data verder. Nou, als je dat hebt gedaan, kan je langzamerhand en je hebt een werkend model, ga je kijken naar hoe brengen we dit naar productie. Dan kijken we naar het creëren, het verifiëren, hoe packagen we het, hoe zorgen we dat het model in productie wordt gebracht, hoe wordt het aangeroepen en houden we rekening met alle zaken als, alle zaken als het goed houden van het model. Ik denk dat ik even het woord weer aan jou mag geven. Inderdaad Jan, maar wat betekent het nou het in productie hebben van een model? Vanuit je proces zorg je ervoor dat er samenwerking is tussen de verschillende competenties. En ook op technisch niveau moet je ervoor zorgen dat verschillende componenten met elkaar gaan samenwerken. Je moet ervoor zorgen dat het model in je landschap gaat draaien. Dat het gebruikt kan gaan worden en dat de processen erop aan worden gesloten. Dus als je een model hebt wat je in productie wilt gaan gebruiken, dan moet je ervoor zorgen dat het model vanuit je ontwikkelstraat, rechts in het plaatje, kan worden vrijgegeven. Het model komt dan in het landschap te draaien met zijn eigen configuratie en eigen informatie. Het wordt dan beschikbaar gemaakt voor gebruik vanuit het IT-landschap. Dit zijn de drie blauwe blokjes in het midden van het plaatje. Dan moet er een voorziening worden gemaakt die het model daadwerkelijk aanroept en gebruikt. Een stuk programmatuur die vanuit de processen wordt aangeroepen en zorgt dat er een opdracht van het model aan het model wordt gegeven. En die het antwoord terugkrijgt, afhandelt en doorstuurt. Dit is de linkerkant van het plaatje. In het plaatje zie je één model. Maar het kan natuurlijk zijn dat je meerdere verschillende modellen hebt die op deze manier beschikbaar worden gemaakt in het IT-landschap. Het kan ook zijn dat er meerdere instanties van hetzelfde model op deze manier draaien, omdat ze in een specifieke context of voor een specifieke machine zijn getraind. Dat voor iedere context of iedere machine een versie van dit model wordt gedraaid. In dit plaatje wordt uitgegaan van een real-time bidirectionele koppeling. Net als bij een telefoongesprek. Ik bel, Jan neemt op, ik stel een vraag en Jan geeft antwoord. In dat geval is Jan het model die door mij wordt gebruikt. Het kan ook zijn dat het model op de achtergrond draait en staat te wachten en dan één keer per uur, één keer per dag, één keer per week of één keer per maand wordt opgestart en op basis van alle informatie die er dan toe verzameld is, gaat draaien en die uitkomst wegschrijft of opstuurt. Dat kan dan min of meer op dezelfde manier als in dit plaatje is geschetst, maar dat kan ook op een asynchrone manier. Ik leg een bericht in Jan's postvakje en als Jan er aan toe is, dan pakt hij het bericht op, geeft antwoord door het bericht in mijn postvakje te leggen. In ieder geval moet je ervoor zorgen dat een model betrouwbaar blijft. Een model ziet eruit als een normaal programma, maar dat is het niet. De levenscyclus is anders. Een model veroudert vanwege nieuwe gegevens. Dus moet ook opnieuw worden getraind. Want als het model werkt, dan verandert de werkelijkheid. Andere factoren worden belangrijk, zoals geeft het model nog antwoord? Geeft het model nog het goede antwoord? Is het model nog betrouwbaar? Voorspelt het nog op de juiste manier? Is het nog waardevol voor de business? Heeft het het gewenste effect? Hoe weet je dat je niet de verkeerde kant op gaat met nieuwe data inputs? Ook hier moet je aparte voorzieningen vertreffen. Links een proces waar data wordt opgeslagen en verwerkt. Rechts wordt de data gebruikt om in het voorspelmodel te hertrainen. Wat je dus nodig hebt, is een omgeving waar je code en modellen kunt ontwikkelen, testen, trainen en draaien. Dit wil je doen in een omgeving die schaalbaar en flexibel is, waar je gemakkelijk allerlei soorten en vormen van data kunt administreren en gebruiken. Een omgeving die centraal beschikbaar is voor de ontwikkelaars, data scientists en applicaties.
om modellen te trainen en te hertrainen is heel veel rekenkracht en heel veel historisch en gelabelde data nodig. Wij adviseren organisaties om hiervoor gebruik te maken van een cloud-omgeving. Wij hebben een architectuur en aanpak voor verschillende cloud-omgevingen. Voor Microsoft, dat is Azure, en voor Amazon, dat is AWS, hebben we iets wat wij Data Hub noemen. Dit geeft je heel veel vrijheid en gemak en daarmee kun je een vliegende start maken. Ook is in deze omgevingen nagedacht over privacy, informatiebeveiliging en veiligheid. De structuur van het dataplatform is hier weergegeven. Aan de linkerkant zie je koppelingen met databronnen, zoals interne en externe bronnen. Het platform bevat componenten voor het verwerken van nieuwe data, het afhandelen van verzoeken en opdrachten, authenticatie, autorisatie en beveiliging, performance optimalisatie, dashboarding en monitoring. Aan de rechterkant zie je dan de koppelingen met data-afnemers en gebruikers. Een centraal dataplatform helpt bij het faciliteren van de data scientists, engineers en operations medewerkers. Je wilt ervoor zorgen dat de data scientists hun werk centraal uitvoeren en dat de data centraal wordt gebruikt in plaats van dat iedereen lokaal op zijn eigen notebookje zit te werken. Data scientists en engineers, hun werk resulteert in code. Deze code moet voldoen aan kwaliteitsnormen, inclusief kwantitatieve modelprestatie-eisen. Met een centrale omgeving kun je een werkstroom inrichten waarbij je de ontwikkelingen volgens een continu proces geautomatiseerd kunt integreren en opleveren. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en betere kwaliteit. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de code wordt getest en dat ook de modellen worden getest. En je moet ervoor zorgen dat je de codebeoordelingen gaat doen en onderdeel maakt van je leveringspipeline. Een ander heel belangrijk aspect om in controle te zijn en te blijven is governance. Beheer en beheersing op de data en data science ontwikkelingen in je organisatie. Hierbij gaat het om vragen als: welke gegevens zijn gebruikt om het model te trainen? Wordt er gebruik gemaakt van privacygevoelige informatie? Wie heeft er toegang tot de gegevens in de ontwikkeling en testomgeving? Wie heeft toegang tot de gegevens in de productieomgeving? Wie heeft toegang tot de resultaten die uit het model komen? En hoe kun je de resultaten van het model verantwoorden? En hoe kun je verantwoording afleggen over de werking van het model? Wat zijn de modelparameters en wat zijn de afwegingen die het model maakt? Is het verantwoord om een model te hebben wat als black box draait? Of vereist de organisatie, de overheid, de maatschappij, dat het model verklaarbaar is? En dat mensen kunnen begrijpen en verantwoorden hoe een AI-systeem een beslissing heeft genomen. Dit is bijvoorbeeld van cruciaal belang in sectoren als gezondheidszorg, financiële dienstverlening en verzekeringen en de auto-industrie. Als het gaat om verantwoording hebben over het model, dan hebben we het over onderwerpen als explainable AI en algoritmeregister. Zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse algoritmeregister van de gemeente Amsterdam. Dit is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij haar gemeentelijke dienstverlening. Het maken van een kunstmatig intelligent model is tegenwoordig vaak niet eens de grootste uitdaging, maar meer de uitdaging van moraliteit en verantwoordelijkheid en uitlegbaarheid. Hoe voorkom je bias en hoe voorkom je reputatieschade? Hier moet je bij de start van een traject over nadenken en dit moet je meenemen in de keuzes die je maakt bij het ontwikkelen van de oplossing om data te activeren. Over activatie gesproken, dit is de vierde stap in ons iteratieve proces. En Jan, hier ga jij meer over vertellen. Ja, dankjewel. Tja, hoe activeer je een organisatie? Eerst even een stapje terug, gewoon eens kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. Er zijn soms onrealistische verwachtingen over wat er mogelijk is. Dat hebben we ook in het begin al aangegeven bij de allereerste verkenning van verwachtingen van AI. Maar ook wat het model in productie kan. En daarnaast is er regelmatig angst voor baanverlies. Daar komt weerstand vandaan. Ben ik niet intelligent genoeg? Komen er meer robots? Nou, alles is een beetje herkenbaar in de categorie ja maar. Hè? Van, gaat het goed dat we het gaan doen? Ja maar. Daar zit hij en daar kun je lekker op doorvragen. Maar eigenlijk zijn algoritmes vooral een hulpmiddel die je goed moet leren gebruiken en op waarde moet leren schatten. Net als alle andere hulpmiddelen die een organisatie gebruikt, maar inmiddels vertrouwd mee is geraakt. Dus vanuit de case van het bijzondere leasebedrijf,
Door de tool verandert er een en ander op de service desk. Ze kunnen nu zien wat er aan de hand is als een klant belt. En in plaats van het proberen uit te vinden, moeten ze dus meer verifiëren of dat zo is. Dat ze toch op afstand goed hebben ingeschat dat de data klopt die ze overgekomen, et cetera. Nou, hier kun je een service desk prima op trainen, maar je zal wel het effect moeten evalueren. Als je kijkt naar de rittenplanning, dan verandert er meer. Het tool geeft aan welke onderdelen er mee moeten, omdat we nu beter weten wat er defect is. Maar ook dit moet je blijven evalueren om te zien of het zo is en zo nodig bijsturen en optimaliseren. Dit helpt ook met het opbouwen van vertrouwen. Je geeft tenslotte iets uit handen aan het tool en door te evalueren zie je hoe het tool dat doet. Omdat dit de laatste is in een serie van drie, weten we nu een beetje waar we op moeten letten en hoe we dit moeten aanpakken. Maar laten we eens kijken naar andere zaken die de effectiviteit van data in je organisatie kunnen verhogen en hoe je dat goed kan organiseren. Tot slot nemen we hier nog wat van die nummers met je door. Tools en vaardigheden, dus in de vorm van een data scientist, zijn nodig, maar ook processen zijn belangrijk. Het simpelweg inhuren van een data scientist en hem tools geven die je nodig heeft, maakt het nog geen succesvolle datagedreven organisatie. En hier zie je daar twee voorbeelden van hoe je dat kan inrichten. Het succespercentage van een big data initiatieven stijgt wanneer een data scientist zich in een aparte divisie geeft, winstgevende divisie bevindt met andere data scientists. En meestal is het, als je dat niet doet, is het succes maar 20% als ze verspreid zitten organisatie, elkaar moeten vinden, elkaar heel veel tijd bezig zijn met elkaar te vinden. En dan meestal ad hoc verzoeken probeert op te lossen voor de organisatie. En het stijgt naar 53% als ze zich in een aparte buurt bevinden. Van waaruit voor de hele organisatie de verzoeken worden gestroomlijnd en geprioriteerd, et cetera. Het team geeft dan prioriteit aan aanvragen. Bijvoorbeeld op basis van die complexiteits- en waardematrix waar we het eerder over hebben gehad in de vorige sessie. En kan met een agile manier werken om dan vervolgens het succes te optimaliseren. Doordat ze kunnen werken als een team in plaats van als een stel losse individuen die elkaar moeten vinden. Nou, Anchorman gebruikt hiervoor de Grow Life methode. Die hebben we ook in een van deze sessies toegelicht. En dat helpt met het structureren van je werkwijze en je proces. Maar zet ook vooral die kennis bij elkaar. Dan een andere, slechts 27% van de big data initiatief is succesvol. Waarom is dat nou? Nou, heel vaak gebeurt dat doordat we in de haast om iets om aan boord te springen, we de basisdingen vergeten die we eigenlijk bij elk ander project wel zouden doen. Namelijk het definiëren van KPI's om succes te meten. En big data initiatieven of AI initiatieven doet slechts 33% dat. De criteria om te kijken met welke use cases we aan de gang gaan. Wat heeft nou de meeste waarde voor de organisatie in plaats van wat is het meest interessant. Maar ook aan de complexiteit. Met wat we nu kunnen, kunnen we het eigenlijk wel aan. En ook de derde, en die geldt eigenlijk voor elk verander initiatief. Het zorgen voor voldoende budget en managementondersteuning. Slechts 44% heeft onvoldoende budget, reeds 44% heeft onvoldoende budget en support. Dat is dus best veel. Dus de helft is niet voldoende gefund. Nou, dat meegenomen, dan even tot slot. Denk vooral, hoe ver is AI? We komen toch weer terug op de verwachtingen die we aan het begin kunnen zetten. Wat is nou AI en wat is machine learning? Het zijn slimme tools ter ondersteuning van de mens in besluiten, analyses, detectie en informatieverwerking. Want AI leert niet zoals mensen dat doen. Soms weten we niet eens hoe het leren. Rein Benno haalde al even explainable AI aan en waarom dat belangrijk is. Die black box. AI heeft nu nog heel veel voorbeelden nodig om te leren. Tenzij je een kausaal verband hebt, dus dan is dat niet nodig, maar dan heb je ook geen AI nodig. AI heeft geen gezond verstand. Het generaliseert niet, dus je moet als mens kijken of dit, daar waar jij op getraind hebt, mag je dat zomaar generaliseren en gebruiken om bijvoorbeeld een stuk voorspelling te doen. Het kan niet conceptualiseren, het is niet creatief, ook al kan het schilderijen kopiëren. En het kan zijn beslissingen niet uitleggen tenzij we daar speciale dingen voor inbouwen. Dus er zit een hele hoop maren aan. Dus het zijn geschikt op puntoplossingen. Dus bedenk dus altijd, en Rein Benno haalde dat met de governance al aan, dat het de mens is die verantwoordelijk is. Dus denk bij het maken van de use case aan het effect van de toepassing. Dus ethiek, moraal, governance, compliance. En bij het uitwerken van de oplossing, denk dan aan van wat lossen we op met artificial en wat lossen we op met human intelligence? Soms kun je een slimme aanbeveling laten doen door artificial intelligence,
Maar heb je misschien aan de telefoon of in het menselijk contact nog even een voorgeïnformeerde mens nodig die dat dan nog even aftast om te verifiëren of dat zo is. En dan, dan bereik je met elkaar denk ik de beste manier om zaken op te lossen. Nou, dat was een grotendeels ons verhaal, hè? Ja. Dus dan gaan we nu verder naar de vragen en antwoorden. Bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie het leuk en leerzaam vonden. En ja, wie weet, tot ziens. Tot ziens.